Goedemiddag, welkom bij de vlog van Agrea over de onkruidbestrijding in maïs. Onkruidbestrijding in maïs is heel belangrijk. We hebben nu dit en we willen naar dit. Onkruidbestrijding is dermate belangrijk omdat er een hele grote opbrengstderving kan ontstaan als de onkruidbestrijding niet of onvoldoende lukt. Gezien de grote variëteit in grondsoorten, perceelsdruk qua onkruid, en de manier waarop mensen hun vanggewas inrichten, is het weinig zinvol om nu allerlei maïscocktails te gaan bespreken. Maar ik wil graag twee dingen met u bespreken. Als eerste het gebruik van borium. Borium is voor maïs heel belangrijk. En borium zorgt er onder andere voor dat de kolf heel goed gevuld wordt. Dat kunt u hier zien. Deze kolf is veel beter gevuld en een grote invloed daarvan is borium. Als tweede, de onkruidbestrijding heeft grote invloed op de stress van maïsplanten. Daardoor kan er ook onder extreme omstandigheden behoorlijk wat wat opbrengstderving ontstaan. Hoe kunnen we dat voorkomen? Zorg ervoor dat de maïsplanten lekker groeien op het moment van de tijdstip van onkruidbestrijding. Zorg dat de maïs een mooie groene kleur heeft, zoals we hier kunnen zien. Daarnaast kunnen we de maïsplanten ondersteunen door middel van plantversterkers. Wij gebruiken veel de amino NPK. De naam zegt het al, amino van aminozuren. Hiervan krijgt de maïs nog wat energie en daarnaast wat voeding in de vorm van NPK. Hierdoor zal de maïsplant veel minder stress ervaren en makkelijker door deze periode heen groeien. Hebt u nog wat vragen over de onkruidbestrijding in maïs? Neem dan contact met ons op, we zullen u graag van dienst zijn.